Dit gebouwtje, een heuse schuilkelder, werd 11 jaar geleden voor 15.000 euro gekocht door Gino. Niemand wilde het kopen en ik dacht, nou ja, ik ben jong, ik vind het supercool. Ik hou van geschiedenis, dus waarom niet? En nu verkoopt hij het. Voor een vraagprijs van 1,1 miljoen euro krijg je 2 verdiepingen onder de grond zonder ramen, waar nog niets mee kan. En een nu nog onbebouwd stukje grond van 70 vierkante meter. Dat is toch echt gekkenwerk om dat voor meer dan 1 miljoen op de markt te zetten? Nou, weet ik niet. Er zijn ook parkeergarages voor 7,5 ton weggegaan in de binnenstad. Ja, gekkenwerk of niet, de bunker heeft wel een verhaal. Heel vroeger was het een pompstation voor de riolering, totdat de gemeente in de jaren 60 schuilkelders wilde bouwen. Kees verdiept zich in dat soort bunkers. Het zijn van die ondergrondse ruimtes waar je eigenlijk niet weet dat ze bestaan. En ja, waarvoor ze gebruikt werden en wat ze eigenlijk zijn, is altijd voor mensen onduidelijk geweest. Want het is niet een geschiedenis die mensen kennen. De dreiging was er wel, maar het is nooit echt tot de volksaard ingekomen dat de staat zoveel schuilkelders heeft gebouwd. We lopen hier door de sluis met hier 2 ruimtes. Elke ruimte 40 mensen die hier kunnen verblijven. Voor een atoomoorlog zal je hier een week moeten zitten. Ik denk niet dat je een dag uithoudt. Dit is nooduitgang van deze ruimte. Als de ingang zou ingestort zijn, zou dit de enige uitgang zijn voor de mensen die hierin zitten. Toen was eigenlijk wachten op de atoombom. Wachten tot het luchtalarm afging en deze schuilkelder operationeel zou worden. Gelukkig is het nooit gebeurd. De Russen zijn nooit binnengevallen. Het Oostblok heeft nooit nucleaire wapens gebruikt. Toen Gino het in handen kreeg, verhuurde hij het. Die miljoen is niet zozeer de bunker, maar de grond. Ik kan een muziekstudio ervan maken. Dat is het al een tijdje geweest. Of iets anders, een woning of villa. Alleen je moet in gesprek met de gemeente. En omzetten natuurlijk. Dat lijkt me niet zo makkelijk. Het is wel mogelijk. Maar of het kan. Hier zie je nog de originele vloer, het oude wasbakje. Dus, wat de bestemming ook wordt, er moet nog heel veel gebeuren. De eerste mensen hebben inmiddels geboden. Zit het al bij die 1,1? Dat niet, maar wel onder de miljoen. Dit is gelukkig één van velen, dus ik vind het zal niet zo heel erg zijn als hij compleet verdwijnt. Dus het mag wel. Jij geeft toestemming. Het mag, ja. Ik wil liever alles bewaren, maar het kan helaas niet.